De dingen het home. Welkom op aflevering nummer 3 van De Dingen at Home. We merken wel dat de verveling serieus begint toe te nemen. Geen getreur. Vandaag hebben we de oplossing. Koffie en good spirits. We gaan een paar drankjes maken. Met alcohol, met koffie, zonder alcohol. Met alcohol, zonder alcohol, met ijsblom. We hebben daar vrij weinig materiaal voor nodig. Weer een French press. Weer een percolator. Waarom gebruiken we die percolator? Dat is puur omdat de koffie hier iets intenser is. Doordat er een druk gecreëerd wordt. Benader bijna een espresso. Het is nog geen espresso, maar we komen wel dicht in de buurt. Normaal gezien maak je die drankjes met espresso. Als je die koffie maakt met die French press, is die lekker. Maar als we het gaan beginnen mixen met andere dingen, gaat de smaak van de koffie verloren gaan. We hebben ook nog melk nodig. Suikersiroop, dat is makkelijk om te maken. Een kilo suiker op een liter water, even roeren, gedaan. Kahlua, dat is koffielikeur. Quarantena tres, dat is amandellikeur. En vodka, is vodka. Is vodka. We gaan beginnen met een heel simpel alcoholvrij drankje. Een iced cappuccino. Je pakt wat ijsblokken. Een beetje suikersiroop. Niet te veel suikersiroop. Melk naar smaak. En ongeveer een 50 ml koffie. Deze gaan we goed shaken. Zodat die melk wat dikker wordt. Want die textuur van de melk maakt het gewoon zo lekker. Voilà. Daarna gaan we onze substantie filteren, want op die manier blijven de ijsblokken gewoon achter. Ijsblokken heb je niet nodig. We weten allemaal, ijsblokken, dat is gewoon water in vaste vorm. Er is nog een tweede manier hoe je een iced cappuccino kunt maken. Nadeel is dat je ijsblokken erin blijven. Dat is een build-up. Dus een build-up is dat je eigenlijk alles op elkaar doet in een glas. Doe eerst een beetje suikersiroop erin. Niet te veel suikersiroop. Opnieuw uw koffie. Maar voor ons melk gaan we het een klein beetje anders gaan aanpakken. We gaan doen zoals met die cappuccino's dat we geleerd hebben op aflevering 1. Alleen met koude melk in plaats van met warme melk. Het is iced cappuccino dat we maken zijn en niet regular cappuccino's. Hè. Dan hiet je op je ijsblokken. Zolang dat je blijft gieten op die ijsblokken, ga je mooi die twee lagen hebben zoals dat je nu ziet. Het is wel mooier, geef ik wel toe, maar hier is uw smaak iets beter of consistenter. Wilt u iced cappuccino's drinken, maar hij verveelt u serieus? Opnieuw. Ijsblokken. Klein beetje suikersiroop, niet te veel. Melk naar hoesting. 50 ml koffie. Voilà. En nu gaan we eigenlijk Kahlua gebruiken. Een 30 ml. Kahlua is zoet. Kahlua is vol van smaak. Kahlua is life. Doordat we met alcohol bezig zijn, pakt een mooier glas natuurlijk. Hè. Hoe meer alcohol, hoe mooier het glas. Want dan zijn we gewoon een fancy alcoholieker. Door die suikers in de kahlua, ga je opgeklopte melk ook iets intenser zijn. Oh my god, ik kan er bijna niet van leven. Maar nu gaan we voor het echt eraan beginnen. We gaan een classic Australian coffee cocktail maken. De espresso martini. Wat hebben we daarvoor nodig? Ijsblokken. Ik doe daar graag een klein beetje suikersiroop bij. Want op die manier is je textuur iets dikker. En hoe dikker je textuur, hoe beter je smaak. Niet te veel suikersiroop. Hier gebruiken we geen melk. Dus iedereen die melk een beetje moeilijker kan verteren, dat is iets voor u. Pakt Kahlua. Ongeveer een 30. Koffie opnieuw, ook 30. En dan absoluut vodka, is vodka. Daar ook een 40 van. Kahlua maat, maar altijd een klein beetje meer vodka. Is vodka. En shaken. Pak het mooiste glaasje dat je thuis vindt. Deze gaan we met een beetje garnituren afwerken. Op die manier, als je aan het skypen zit met je lief, met je moeder, lijkt het alsof je fancy bent. Dan hoef je niet te liegen dat je vodka aan het drinken zit. Pak een beetje koffieboontjes. Er drie. Briljant.
Beste. Heerlijk. Nu gaan we natuurlijk voor mijn all-time favorite. De White Russian. Dat is een build-up opnieuw, zoals we daar juist al gedaan hebben. Dus ijsblokken op voorhand. Vrij makkelijk om te onthouden. 40 Kahlua, 40 vodka, 40 melk. Waarom houden we het zo simpel? Want na de vierde weet je het niet meer wat je moet doen. En die melk dat we daar juist opgefrot hebben met onze French press, kunnen we nu nog altijd gebruiken als afwerking. Want goed opgeklopte melk, dat smaakt, hè. Mooi jong, mooi jong. Maar nu, we hebben redelijk wat melk gebruikt. En als je dat niet zo goed kan verteren, we hebben nog een oplossing. De classic tisti. Beeld op nog een keer. Ijsblokken. 40 koffie. 40 quarantainadres. Alternatieve melkbeetjes. Opnieuw gaan we onze melk opkloppen. Waarom? Anders gaan we er geen lagen krijgen. En als je opgelet hebt, lagen bewijzen hoe dat je professioneel zit. En op die manier mag je zoveel drinken als je wilt. Dat zijn de cocktails waarmee jullie kunnen zich bezighouden deze quarantaineperiode. Drink met maten, hè. Vanaf dat mag. De dingen.